Hoi, leuk te kijken naar deze video. Ik ben Marilisa en ik ga je laten zien wat ik vanochtend allemaal gekocht heb. Ik ging gewoon eens in mijn eentje, zonder kinderen, zonder tijdsdruk, want er gebeurt vandaag voor dus helemaal niks, naar de winkels toe. Dus ik had een heel lijstje gemaakt met alles wat ik wilde hebben. Van Logan heeft een heleboel nieuwe kleding nodig, want die is echt enorm gegroeid. Is echt een beetje een tienerachtig iets aan het worden nu ineens. Heeft een hele andere stijl gekregen. We gaan richting de lente, dus we hebben sowieso allemaal nieuwe kleding nodig om even lekker de frisse wind door je kledingkast te halen. En ik had ook nog gewoon wat huishoudelijke spullen nodig en noem maar op. Ik ben op zich redelijk goed geslaagd, maar niet heel erg qua op het kledinggedeelte voor Logan en voor mijzelf. Brooke had eigenlijk niet zo heel erg veel nodig. Fleur moet echt een keertje mee, die is 13, dat is toch wat lastiger. Brooke heeft dus nog zoveel liggen van vorig jaar en van Fleur en... Daar moeten we eerst even doorheen, dus dat heeft niet zo heel erg veel haast. Plus dat ik een maandje geleden bij Vaya heel veel dingen voor haar besteld heb. Want dat vind ik gewoon ontzettend leuk. Is gewoon anders als anders. Is een beetje meer... Een beetje hipper als H&M. En misschien net zoiets als de Zara, maar dan vind ik het makkelijker winkelen online. Dus daar heb ik voor haar genoeg voor. Logan daarentegen is bijna uit al zijn spijkerbroeken. Draagt hele dagen hoodies. Of... T-shirt met een opdruk erop. Dat schijnt nu ook een beetje zijn stijl te zijn. Want ik vroeg, wat is dan, hè? Wat moet mama voor jou gaan kopen? En zo kreeg ik allemaal hoodies. En een paar damesneakers. Nou vind ik het prima dat mijn zoon op damesneakers loopt. Maar deze sneaker in zijn specifieke maat is nergens te krijgen. Dus dat is een beetje jammer. Ik had heel erg gehoopt dat ik het dan nu in de stad een of andere vorm kon vinden. Maar vrij weinig. En voor mezelf ook niet zo. De stijl die er nu heel erg van de winkels hangt is hot pink. Dat vloekt een klein beetje met mijn haar, vind ik zelf. En groen zou op zich wel gaan. Maar alles wat ik aantrok voelde enorm oversized. Maar dan was het toch wel hier strak of weet je. En ik vind dat het niet waard. Want daardoor voel ik mezelf ook oversized en ik wil nog afvallen. En dat vind ik ook bijzonder om mijn geld wel iets te kopen waar ik niet helemaal tevreden over ben. Dus in dat departement niet heel erg geslaagd, maar ik heb wel twee volle tassen. Dus ik ga het allemaal aan jullie laten zien. Het is vooral van de Shubi heb ik wat, van de Hema, van de Action en van de Ethos. Dus, oh wel van de H&M trouwens. Dus we gaan gewoon beginnen bij het begin. Waarom ik had bedacht dat ik vandaag op zo'n hele rustige dag naar de stad zou gaan, was van deze groene. Ik had deze namelijk online voor Brooke besteld. En toen kwamen gelijk de volgende dag binnen, wat super fijn was. Maar ik had ze in maat 31 besteld. Deze zijn van de Shubi. En haar winterschoentjes zijn ook van de Shubi. En dat is ook maat 31 en die past gewoon nog hartstikke goed. Maar deze waren echt inimini-pidi klein. Dit is nu een maat 33. Nou, ik vind dit voor een, ik zal het even aan mijn hoofd houden, 8-jarige. En ik denk dat ze deze beter past als een maat 32. Dus we shall see... Ik ga deze niet proberen. Maar ik vond het super leuk. Je ziet heel veel van die sneakers die een beetje hoger zijn met van die roze strepen erin. Ze hebben ook nog een andere roze die ik ontzettend leuk vond. Maar waar ik niet voor heb gekozen om te voorkomen dat het straks echt zo'n roze prinsesje wordt. En ik wilde toch wat stoerder aankleden. Dat wil ze gelukkig zelf ook. Dus deze heb ik even omgewisseld in de Shubi. En toen heb ik zelf een hele leuke blazer gepast. Ik zal hem eventjes vanuit de website trekken. Want hij was echt super cool. Maar oversized, dus hij zat hier prima, maar dan is hij super lang en wijd. Doet weinig voor je taille. En dat was €100. Maar als ik 10 kilo lichter was geweest, had ik hem echt wel gekocht. Super cute. Maar nu, nee. Ben ik een klein beetje los gegaan bij de ethos. Dat heb ik allemaal in de Shubi-tas gekregen bij de schoenen. Dit zijn de wimpers die ik altijd op heb. Of altijd. Vaak. Heel vaak. Zeker de laatste tijd, omdat ik met de mascara... Ik heb nu de Max Tech mascara. Die is bijna op volgens mij, want hij doet echt helemaal niks meer voor mijn wimpers. Dus deze, ik heb er weer 2 gekocht. Ik heb ze nu ook op. Het is niet even subtiel, maar ik hou wel van een statement. Ik vind het wel goed. Tandpasta, want tandpasta heb je gewoon nodig. Zeker met een 5 in huis. Ik denk iedereen, behalve Brooke, gebruikt grote mensen op tandpasta. Om het zo maar te noemen. Logan soms ligt eraan. Of wat, maar ze hebben natuurlijk allemaal al gewoon grote mensen tanden, dus dat is prima. Ik heb voor mezelf een nachtcreme gekocht van mijn Nivea en een dagcreme, want die waren in de, ik geloof 1+1 gratis of zo. We hebben deodorant gekocht voor eentje voor mij
En eentje voor de 13-jarige. Altijd goed. Er was ook iets van 2 voor nog wat. Ik heb nu deze gekocht om een klein beetje af te wisselen. Dit is de Etos Remember Me. Deze vind ik zelf super fijn. Heb ik vroeger gehad. Is natuurlijk niet te vergelijken met een MAC mascara of een Dior mascara of wat dan ook. Maar ik dacht even voor de tussenmomenten. Er komt namelijk wel een bestelling binnen van Look Fantastic met een Dior mascara sample, geloof ik. Dus kunnen we hier proberen. Ik vind wel een goede mascara doet gewoon heel veel. Deze gaan we proberen. Dit is de nieuwe Rimmel Kind and Free Moisturizing Skin Tint Foundation. Deze. Omdat ik, nou ja, nu zie je niet zo heel erg goed, maar ik heb de laatste tijd echt wel een super droge huid. Dus ik doe dan eerst dagcreme en dan wil ik eigenlijk niet gelijk een foundation opdoen. En sowieso in de lente en de zomer vind ik het fijn om gewoon even eroverheen en klaar. Ik heb best wel veel rosea, maar dat vind ik dan, daarom wil ik eigenlijk iets met een klein tintje, maar niet heel veel. De vitamine C, daar zweer ik bij voor alles en iedereen. Zodra we dit niet doen, wordt iedereen gewoon lamlendiger. Dus deze gaan natuurlijk vrij hard. Logan en Brooke doen er eentje ochtends. Die doen ze delen. Dus ik doe 1 glas maken. Die doe ik over 2 glazen verdelen. Pascal neemt er altijd eentje. Ik heb er nu eentje van de Ethos met biotine en collageen. Biotine? Bio, nog wat. En deze is dus gewoon voorraad. Dan nog eentje dat 2 voor eentje gratis was. En dat zijn de Micellar Water met reinigingsmiddel van Garnier. Heb ik ook 2. Eentje voor Fleur, eentje voor mij. Altijd handig, want van ons is allebei bijna op. Dus dat is nice. Dan van de H&M. Hier ben ik echt zo blij mee. Oh, ik heb het in elkaar laten stoppen. Oh no. En ik zei nog toen ik het in mijn tas flikkerde. Dus het gaat toch altijd door elkaar bij mij. Maar dit was zo'n beetje te veel. Ik heb deze haarclipjes voor mezelf gekocht. Cute. Ik heb nu echt overal van, ik heb hem ook in eraan, zo eentje liggen, dat ik dan even mijn haar weg kan zetten. Dus ik heb deze, om dan in ieder geval de helft van mijn haar omhoog te doen. En net als dat ik zo'n wit t-shirtje aan heb, of een topje, vind ik het leuk om gelaagde kettingjes om te doen. En ik kan dus, ja, ik heb geloof ik pas mijn ene kettingje kapot gemaakt toen ik het uit elkaar moest halen. En dan heb ik er nog maar eentje, dus ik heb nu deze. En ik heb, deze vond ik ook super cute. Met een wat chunkier ketting. Ik heb ook zo'n grove schakelketting nog. En deze ketting. Dus dan heb ik weer wat opties. Ik ben de zonde niet waard om een duurdere ketting te dragen, want ik prop ze overal neer. Dus dit vind ik prima. Plus dat ik ze dan ook kan uitlenen aan de kinderen, zonder me eigenlijk schuldig te voelen. Dus voor de rest vond ik bij de H&M eigenlijk niks heel erg leuks vinden. Ik vond ook echt de jongensafdeling mega karig. Echt, er hingen een aantal van die joggingbroeken echt gewoon, weet je, joggingbroeken. Dat je denkt, nou, ineens een beetje spicy of leuk. Of met een zakje of met een stukje aan de leerdingetje aan de zijkant of iets. Nee, gewoon beetje jammer. Ook voor de meiden vond ik het niet heel leuk. Het was heel tuttig, heel erg. Ik ga naar een van de tuinfeest en ik weet niet welk kind er naar een tuinfeest gaat, maar niet die van mij. Dus voor de rest kon ik daar niet echt slagen. Bij de HEMA ben ik daarentegen wel enorm goed geslaagd. Ik geloof dat het 144 euro was. Maar daar had ik voor nodig nieuwe onderbroeken voor Brooke. Want het meisje is gegroeid en er past echt niet meer in 122, 128. Dat geldt ook voor Lowen. Die heeft nu maat. Gewoon maar mijn gooien. Ja, 156, 146, 152 hebben gekocht. Omdat de meeste van zijn onderbroek 132, 140 zijn. Maar kijk, nou, dit is toch leuk voor een jongetje, zoiets. Niet gelijk met raketjes of koekjes of tractors of zo. Maar gewoon lekker neutraal. Hij wordt gewoon wat ouder. Dat vind je allemaal niet meer leuk. Ook van die paasei met hangeringetjes aan. Want het is aankomend in Pasen. Daar heb ik overigens voor de rest niet heel veel voor gevonden. Ik heb van die plastic eieren, daar wilde ik dan kleine speeltjes of een centje of iets in gaan doen en dat dan door de tuin heen gooien. Ik kon niks vinden, bij de Action ook niet, maar ik heb in ieder geval die, dus die kunnen we ook neerstrooien. Hemdjes voor Brooke, want de hemdjes, again, zijn aan de kleine kant en zijn een beetje smoeselig aan het worden. Dat is met sokken en zo, daar heb ik straks ook heel wat van. Dan is het wit en
Ondanks dat het niet per se vies wordt, wordt het wel verkleurd. Het wordt een beetje grauwig. Vinden we niet meer leuk. Dit vond ik echt te cute voor Burke. Burke draagt eigenlijk met slapen alleen maar een t-shirtje en een korte broek of zo. Of een complete onesie. Maar we gaan natuurlijk richting de zomer. How adorable is dit? En dit is gewoon een t-shirtje met een kort broekje. Maar echt super cute. En het is niet roze. En toch gewoon een beetje dorps. Weet je, toch een beetje leuk. Nog meer hemden voor Logan. Want again, de witte is moeselig. Dus ik heb speciaal gewoon gekozen voor wit. Omdat we weer richting de lente en de zomer gaan. Dan gaan ze ook weer lichte shirtjes aan doen. Wil je niet een of ander zwart topje eronder zien. Dan een heleboel sokken. Maat 31 en 34. Dat is echt wel het nadeel van kinderen die vrijdag bij elkaar in leeftijd zijn. Dat je dit soort dingen wil je eigenlijk gewoon in één maat. Want je wil niet gewoon 100.000 keer die sokken gaan stoppen. Maar Brooke heeft net even de kleine voeten. Brooke zit op 100. Nou ja, nee, niet 100. Brooke zit op 31, 32. En Logan zit echt op maat 36, 37. Dus we hebben nu twee keer maat 31, 34. En dat is met een blauw dingetje aan de binnenkant. Dus dat vind ik wel heel chill. En dan de 35, 38 heb ik er volgens mij ook twee van. Die hebben een groen streepje. Dus dan ga ik in ieder geval niet continu moeten kijken van welke maat is dit dan. Want soms staat het dan hier en is het 35, 38 of 36, 38 of 31, 33. En dan moet je gaan zorgen dat je precies dezelfde vindt. En dit is gewoon irritant en dit is gewoon een streepje. Dus alle andere gaan we gewoon wegtieten. Nog eens ook voor mezelf gedaan. Dan heb ik de 39, 42, want mijn voetjes zitten 39, 40. En die hebben een geel streepje. Hier heb ik er al wat van, die zitten super lekker. Maar even frisse sokken. Ik heb er meer dan twee hoor, maar die liggen ergens onderin. Dus komen we zo tegen. Deze had ik ook gevonden. Die passen dus bij... Die onderbroekjes zijn er niet bij? Nee. Deze heb ik voor Brooke. Dit zijn ook van die hemdjes. Maar dan met een leuk patroontje. Die passen bij de onderbroekjes. How cute. Gewoon even... Vindt ze waarschijnlijk leuk om dat gewoon een keertje... gewoon net even voor de afwisseling. Wit is natuurlijk prima, maar dit is ook wel vrij licht. En... Nou ja, leuk. Ook een pyjamaatje voor Logan. Dit vond ik dan wel weer heel lastig. Want dit heb ik wel echt een maat te groot gekocht. Dit is 158, 164. Want de enige andere die ze nog hadden hangen in zijn maat. Was met van die kleine gekleurde dino's of zo erop. Zoiets was het. Dit is, ja, dit is wel met reptielen. Even kijken, ik kan tellen. Niet heel erg cartoonish, valt mee. En gewoon een simpel broekje eronder. Ik denk dat hij dat wel leuk vindt. Het is een kind dat het heel erg warm heeft. Dus ik wou eigenlijk niet iets met hele lange mouwen of zo kopen voor hem. En 9 van 10 slaapt hij gewoon in zijn onderbroek. Maar ik dacht, dan heeft hij de optie om het niet te doen. Zeker als ze gaan logeren of zo. Ik heb voor mezelf van die gladde onderbroekjes gekocht. Nog veel meer sokken. Dus nog twee voor mij zelfs. En nog eentje voor Logan. Dit is trouwens, hier zitten er 5 in. Dus hun hebben voorlopig wel genoeg. En dan nog een keer van die paashangers, paastakhangers. En gewoon een zak met paaseitjes om die bij te vullen. Ik had groot om nog van die grote chocolade paashazen te vinden. Die hadden ze niet meer. En deze kan je aan paastak hangen. Die hadden ze nog wel. Maar toen dacht ik, ja, moet ik daarmee gaan lopen slepen? Dat had ik niet heel veel zin in. Want de tassen waren al best wel vol. Dus die heb ik maar niet genomen. En dan gaan we door naar alles van de Action. Superveel. Een van de dingen die op mijn lijstje stonden was een cadeautje voor het vriendinnetje van Brooke. Brooke heeft echt een vriendinnengroepje van een stuk of 6-7 meiden. Die zijn allemaal tussen eind februari en half april jarig. Merendeel eigenlijk zo'n beetje rond eind maart. Dus ze heeft de komende week 3 kinderfeestjes. Maar nu heeft ze de vrijdag eentje en ik dacht, daar moet ik in ieder geval vast wat voor kopen. Dus ik heb de Bath Bomb Creator gekocht. Ik geloof dat die iets van 7-7,5 euro was bij de Action. Want ga maar eens een keer wat vinden voor een kind van rond de 10 euro. Dat is echt super moeilijk. Maar deze vond ik dus echt super leuk. Hoe vaak kan je super zeggen? Een heleboel keer. Dus deze heb ik gekocht. Mocht ze dat niet leuk vinden, hebben we nog genoeg andere dingen en opties. Ik dacht, we kunnen er ook deze bij geven. Stoepkrijt is altijd leuk. De meeste van die meisjes worden nu 8. Dus ik dacht, 8, mooi weer. Ze zijn allemaal heel creatief, dus dat is leuk.
Ik heb ook weer de beef jerky ingeslagen. Deze is echt een hele euro goedkoper als in de winkels. Dus kunnen we even vooruit. Alle haarshampoos zijn op. Dus ik heb deze gekocht voor Pascal. Want die man is de zonde niet waard. Die doet echt iedere dag zijn haar wassen. Snap ik. Want die werkt in een, ja, altijd buiten. Of ligt onder een machine of wat dan ook. Dus we hebben gewoon lekker iedere dag shampoo voor mannen. Voor de badkamer voor de kinders heb ik deze. Curls Just Wanna Have Fun. Hoe leuk is dat? Bij de Action. Als je de Curly Girl methode volgt. Heb je bij de Action echt gewoon een hele gang vol met Curly Girl approved shampoos, conditioners, haarspul. Deze is wel heel erg roze. Nou heeft Logan ook krullen en het maakt hem dus echt geen enorm uit wat hij zijn haar smeert. Helaas was hiervan de conditioner er niet. Nou gebruiken mijn kinderen echt natuurlijk geen conditioner. Want daar hebben ze gewoon geen tijd voor tijdens het badden. Dus ik heb gewoon twee keer de shampoo. Eentje gelijk op voorraad, want het gaat echt super hard natuurlijk met drie kinderen. Ik heb wel ook een aantal haarmaskers, want dat doen ze dan weer wel in bad. Het verschil tussen conditioner in je haar of een haarmasker. Ja, het is omdat een haarmasker iets meer voelt en hoef je iets minder vaak te doen in de week. Maar op een of andere manier doen ze dat wel. Dus ik heb de aardbeienversie. Of nee, het is niet aardbei. Het is de goji berry. Goed idee. En de banaan. Hier hebben ze soms, ze hadden nu ook niet staan de shampoo van. Dus daar doen we het combineren. Dat ruiken ze echt naar banaantjes. Super cute. Deze vind ik zelf ook heel fijn. We hebben ook de curl cream hiervan. Dit is de Milk Mist Moisturizing Spray. Dit is gewoon als je haar echt heel droog is. Als het zo pluis net als dit. Dan kan je dat erin sprayen en dan is dat lekker. Ik vond nog een chunky armbanden. Kan je ook nooit genoeg van hebben. Like I said, het is niet dat ik niet kwaliteit sieraden zou willen. Maar ik ben niet heel erg gezonder waard. Ik leg het overal neer. Slash die kinderen lenen het gebruik en dat zie ik nooit meer terug. Dit is gewoon een goedkope oplossing om toch wat om te hebben. De passion fruit shampoo die zag ik staan. Toen dacht ik, ja, ze ruiken naar bananen en gogibessen en weet ik wat. Hoe leuk is dat? En volgens mij hebben we daar ook... Oh, daar heb ik geen haarmasker van. Ik dacht dat ik daar ook het haarmasker van had. En dit kleine plateautje. Een decorative bamboo tray. Ik dacht, dit vind ik een leuke. Dit zag ik gelijk bij de ingang. Ik heb namelijk van de week een melkkan-achtig iets gekocht voor mijn tulpen. En er staat dan een klein bloemetje naast. Ik kan een klein bloemetje hierop zetten. Of gewoon voor je kaarsje of wat dan ook. Of een vaasje. Adorbs. En toen ben ik ook nog eens langs de blokker gegaan. En de blokker had ik maar één reden voor. En die heb ik als allerlaatste gedaan. Wasmanden. Het klinkt super saai. Is het natuurlijk ook. Maar ik heb dus drie. Ik heb twee zwarte en een cappuccino kleurige, zoals ze die noemen, gekocht. Van Blokker eigen merk. Wat? Ik weet niet wanneer jullie voor het laatst wasmanden hebben gekocht. Maar voor mij was het dus echt al heel wat jaartjes geleden. Ik heb er namelijk drie. En alle drie nu zijn ze kapot. Ik heb twee van die witte Curver. Alle twee hebben ze iets met hun hengsel aan de zijkant. Dat het hier zeg maar inklikt, dubbelklikt, niet klikt. Het is gewoon een drama. En ik heb een vierkante bruine. Ik denk dat die nog van Pascal van voordat hij mij niet kennen is. Er zit gewoon een heel gat in. Gewoon hier is gewoon weg. Niemand weet waar het is gebleven. Ik denk hier dat iemand hem heel hard in de hoek heeft geschopt. Of heeft laten vallen of I don't know. Maar ik wist dus niet dat wasbanden zo duur zijn. Want ik kan me niet heugen dat ik ooit een wasmand heb gekocht. Maar deze wasmanden. Dit kostte mij €32,97 voor drie wasmanden. Dit is gewoon Blokker eigen merk. Dus dit is ook echt gewoon de goedkoopste zeg maar, die je daar kon vinden. Want die van Curver, die gewoon ook hierop lijkt. Die was gewoon nog eens even €7 per stuk duurder. Dat is €17 voor een wasmand. Het is een wasmand. Je stopt er je droge handdoeken in voordat je ze op kan vouwen. Of je natte handdoeken als je ze mee naar boven moet nemen. I don't know. Maar. Dus ik heb de Blokker gekozen. Die was iets meer flexibel hier. Maar goed. Hè. Die van Curver zag uit. Die had ik hier zo'n naadje. En bij de ene was hij al open. Dus ik dacht, dat gaan we sowieso niet doen. Want ja, dat lijkt me niet heel handig. Dus ondanks dat ik niet heel erg veel kleding heb gekocht, ben ik volgens mij enorm geslaagd. Ik wil niet weten hoeveel geld ik heb uitgegeven.
We gaan het ook zeker niet uitrekenen. Zeker niet omdat ik dus wel een hele goede aanbieding had gezien bij de W-kamp. Om daar bij de Wii vooral te hebben. Voor Logan echt veel te kopen. Die is echt een beetje ja, dat gamerstijl wat hij nu aan het doen is. Plus dat ik bedacht. Ik liep naar binnen en toen zag ik Fleurder Nikes. Ik denk Nike heeft misschien ook nog wat een en ander dat leuk is voor Logan. Misschien wel aan de duurdere kant. En dat is hij eigenlijk nog niet echt waard. Weet je, hij is nog niet zo zuinig op zijn spullen. Maar we gaan het even bekijken. Dus er komt zeker nog een shoplogje aan. In ieder geval op kleding gericht. Maar dit is in ieder geval de voorraad. Voornamelijk voor ondergoed enzovoorts. En het huishoudelijke zo niet nodig hadden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien wat ik allemaal in huis haal op een shopping spree voor ons huishouden. Als dat zo was, steeds hier een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En wil ik jullie bedanken voor het kijken. En tot in de volgende video. Doei doei!